Welkom bij de 1.1 De Tuin Biocast. Deze kip is levend, dat snap je wel. Hij heeft namelijk een van de 7 levenskenmerken. En dat zijn zich voeden, hij eet dus, hij groeit, hij doet aan gaswisseling, hij doet aan uitscheiding, hij reageert op prikkels van de omgeving, hij beweegt en hij plant zich voort. Daardoor is hij levend. Deze kip doet dat niet meer en daardoor is hij dood. Hij heeft wel geleefd. Deze barbecue heeft nooit geleefd en hij gaat het ook niet doen. Hij is dus levenloos. En je kunt alle organismen verdelen in 4 rijken. Planten, bacteriën, schimmels en dieren. En dat doe je door te kijken naar hun cellen. En daar heb je een microscoop voor nodig. In deze periode gaan jullie ook nog een aantal microscopische tekeningen maken. Dus kijk gelijk even mee hoe je de microscoop bedient, terwijl we gaan kijken naar de cellen. Je stelt hem scherp met de grote stelschroef en de kleinste lens voor. Leg je object netjes in het midden. En dan zie je heel klein, je kan ze eigenlijk niet herkennen, de celletjes. Je kijkt hier naar een worteltop van een ui. Als je dat goed gedaan hebt, dan draai je 1 vergroting groter. Je kijkt nu met een vergroting van 10 keer 10, dus 100. Je draait met de kleine stelschroef tot je het scherp ziet. Weer centreren en dit is dan wat je ziet. En je kunt hier de celletjes als kleine hokjes al zien. Maar pas als je weer een vergroting verder gaat en nu mag je niet meer draaien aan de grote stelschroef, alleen nog maar aan de kleine, want anders duw je de lens er door het objectglas heen. En nu kun je de cellen goed herkennen. En hier zie je in de hokjes de cellen en kun je zien dat het een plantencel is. Hoe, dat leer je in 1.2. Goed, de dieren kun je verdelen in gewervelde dieren. Die hebben de overeenkomst dat ze allemaal een wervelkolom hebben. Maar die kun je nog verdelen in vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. En dat kun je doen doordat ze ook verschillen hebben. Ze verschillen in de manier waarop ze ademhalen, de bedekking van hun huid en hoe ze zich voortplanten. Dus ordening is kijken naar overeenkomsten en verschillen. Deze plant, onder invloed van zonlicht, kan met behulp van mineralen uit de bodem, water uit de bodem en koolstofdioxide, kan die glucose maken. En hij maakt dan van anorganische stoffen een organische stof. Daarom heet hij een producent. Water, mineralen en CO2 had die plant nodig. En daardoor was hij een producent. Deze vogel kan van die plant eten. En dan krijgt hij de stoffen van die plant binnen. Hij is een consument. En de vogel gaat dood. En dan wordt hij als afval gebruikt door de afvaleter, de tor in dit geval. En wat de tor uitpoept, dat kan weer afgebroken worden door deze reducent. En die maakt er weer anorganische stoffen van water, mineralen en CO2. En dat kan de plant weer gebruiken. En zo hebben we een kringloop. Dit was hem alweer, de 1.1 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.